Goed, we gaan dan nu naar een iets grotere band, al iets langer bezig en al iets meer verkocht. Within Temptation, al meer dan 3 miljoen cd's en dvd's in 48 landen verkocht. Zo'n 30 gouden en platina platen hebben ze voor gekregen. En de band staat op het punt om weer een wereldtournee te starten. Maar eerst zijn ze hier. Within Temptation is een van de bands die zowel diehard metal fans als fleurige popfans kan bekoren. De band ziet het levenslicht in 1996 en de symfonische metal van de eerste cd's Enter and the Dance scoort goed in de underground scene. Maar Within Temptation breekt echt door in 2001 met het melodieuze Mother Earth en de klassieker Ice Queen en Stand My Ground. Vele hits volgen en ook het buitenland raakt in hoge sferen van de klanken van Within Temptation. De hele wereld staat in de rij om de glasheldere engelenstem van Sharon den Adel live te horen. Ja, Within Temptation is groot. Zo groot dat de rockband een van de grootste muzikale exportproducten van Nederland is. Om die positie nog verder te verstevigen is er nu een zesde studiokraker, Hydra. Sharon. Ja. Ik vind het heel mooi dat je hier bent, want dit is een onmogelijke vraag om antwoord op te geven volgens mij, maar ik zeg het toch maar. Maar volgens mij, ik heb het gevoel, hè, maar misschien zie ik het verkeerd, dat jullie een van de meest onderschatte bands zijn in Nederland. Dat is moeilijk te zeggen inderdaad. Ja. Maar ik denk dat wel mensen soms niet weten hoe bekend we zijn eigenlijk in Nederland zelf. Omdat we niet altijd op tv zijn. En de media ook niet altijd opzoeken. Ze denken vaak dat we in het buitenland groter zijn dan in Nederland. Maar dat is wel evenrediger. Ja, maar het gekke is dat ik zeg dan een paar keer. Hè, 3 miljoen cd's, dvd's verkocht, 30 gouden platen, tournee door de hele wereld. Neem eens mee in een beeld als jullie met de band in Amerika of waar dan ook optreden. Wat gebeurt er dan? Ja, het ligt een beetje aan welk land. Bijvoorbeeld als je naar Zuid-Amerika bijvoorbeeld gaat, reageren mensen weer heel anders als je aankomt op vliegveld bijvoorbeeld. Dan staan ze echt met spandoeken en snitten. Ja. Maar dat is per land anders. En ze zijn in sommige landen wat expressiever. In dit soort landen is het veel extremer. Komen ze echt met auto's achter je aanrijden. Echt idioot. Dat je denkt van bijna gevaarlijk. Maar in andere landen gaat het weer veel normaler. Hier kan ik gewoon over straat. Terwijl mensen wel denken van, oh ja, dat is die van die... Die ken ik ergens van. Ja, die ken ik ergens van. Maar ja, op een of andere manier herkennen ze je niet. Ze leggen de link niet altijd. Dus het is heel anders dan weer. Maar... Is het een bewust gekozen strategie bijna om het inderdaad op die manier te doen? Dat je zegt van oké, niet zo vaak de media opzoeken, maar ja. Gewoon, waarom is dat? Nou ja, omdat ik heb ook een privéleven en ik wil niet dat mijn kinderen daar constant mee geconfronteerd worden. En ik heb zoiets van, vind ik vervelend voor hun. Ik vind dat zij gewoon een eigen wereld moeten hebben en onbezorgd moeten op kunnen groeien. En lukt dat goed? Want je gaat straks weer op een wereldtournee, dus je ga je maanden van huis. Ja, dat wel. En, ja. En hoe los je dan zoiets op? Nou, vroeger zat mijn vriend in de band en die zorgt voor de kinderen nu. Naast het feit, hij doet alles nog wat hij normaal gesproken ook deed en dat was een gitaarspelende band. Hij staat niet meer op het podium, maar alle andere dingen doet hij nog wel. En hij zorgt ook voor de kinderen. Dus dan kan jij van huis... Ja, ik kan op tour en dan kunnen we toch splitsen en twee werelden samenbrengen eigenlijk. En beperk je dat? Zoals Anouk die zegt van ik wil maar een bepaald aantal optredens doen per jaar. Heb jij dan ook zoiets? Of, eigenlijk wel. Want vroeger was het dat ik echt 6 weken gewoon non-stop achter elkaar weg was. En nu is het zo 3 weken weg, 3 weken thuis, weer 3 weken weg. Dat je het wel af en toe nog even laat zien van kijk... Dat is mama. Dat is niet die vrouw die op zondag het vlees komt snijden alleen. Nee, inderdaad. Ja. Dan heb je een nieuw album, Hydra. Het veelkoppige monster uit de Griekse mythologie. Waarom Hydra, Sharon? Wat is er veelkoppig aan jullie? Nou, de muzikaliteit. Gewoon diverse soorten muziek die we in onze muziek gebruiken. We hebben bijvoorbeeld mensen... We hebben met dit album veel uitstapjes gedaan, veel collaboraties. We hebben nu met een rapper samengewerkt. Ja, met Dave Perner van de Soul Asylum. Jullie hebben met Exhibit samengewerkt, ja. Hè? Maar als je dan Exhibit... We hebben een klein stukje Exhibit. Ja, is goed. En dan denk je van, huh? Ja. Totaal anders. Ja, totaal anders. Niet schrikken, dames en heren. Nee. Exhibit.
Decapitate my enemies, no agape for most of them. Hesitation and patience are running out of both of them. Set sail, smash the champagne on the side of it. I'll Titanic, you niggas. Iceberg, I hit you with the moss bird. Sawed off nicely in a white tee. Point blank range, but lightly squeezed. Dit? En denk je van, nou, daar wil ik wel mee samenwerken. Ja. En wat je dan krijgt, is dit. Ja. Onderdeel van Hydra, dat veelkoppige monster dat steeds verschillende samenwerkingen zoekt. En waarom zoek je dan en in de rap en David Byrne, allemaal heel verschillend? Vroeger hadden we echt een afgekaderd beeld van hoe we mochten zijn als muzikant en als band. En dat hebben we op een gegeven moment losgelaten, zeker met dit album. En dan merk je dat je uit veel meer inspiratiebronnen kan. Putten in principe om weer nieuwe dingen te nieuwe inspiratie krijgen. En dit was echt voor ons een heel stom eigenlijk dat het zo laat komt, maar een eye-opener dat je ook naar muziek kan luisteren zoals rap om daar invloeden van uit te krijgen. En wat was de klik dat je dat ineens zag? Ja, nou, het was gewoon een beetje een visie die we hadden van, Aerosmith heeft natuurlijk in het verleden ook wel een soort iets dergelijks staan met Run DMC. Ja, topnummer. En, ja, sorry Peter. Ja. Peter kijkt me aan van, nee, sorry, als je gaat zingen loop ik weg. Maar ja, dat werkt ook heel goed. Alleen dat is nog nooit gebeurd dat eigenlijk een band met onze muziek. Wij hebben echt wel een Europese sound met veel meer orkestrale geluiden en orkestgeluiden en keyboards. Wat in Amerika eigenlijk niet gebeurt. En die samenwerking met de rap heb je nog nooit eerder gehoord. En nee. We vonden dit eigenlijk wel een leuke uitdaging. En zeker mensen zeiden, je bent gek dat je dat gaat doen. Je verliest heel je achterban, dat moet je niet doen. En heel veel mensen vielen erover. Dacht, oh, nou, dan is het alleen maar leuk om extra te proberen om het wel te laten lukken. Dus, maar als je dan toch zo bezig bent met experimenteren, heb ik misschien nog wel een idee voor jullie. Ik weet dat jullie in het verleden hebben gezegd, van dat gaan we absoluut niet doen. Maar ik denk, nou... Oh, god, ik hoor hem al. Je hoort hem al, hè? Ja. Hoor je hem al? Ja. Je weet, als je bij mij aan tafel komt, die vraag altijd. Maar ik heb het gevoel dat jullie daar nu meer voor openstaan. Het Songfestival. Ja, weet je, ik weet dat heel veel mensen dat leuk zouden vinden, maar ja, ik zie ons daar nog niet zo gauw staan, eerlijk gezegd. Dat is dus nee. Nou. Maar ik dacht nou misschien na Anouk zijn er ineens meer mensen die zeggen van, het kan wel, dus wel. Ze heeft wel het cool, meer een coolheidsfactor heeft ze wel verhoogd daarmee. Had natuurlijk echt, dat had het voorheen natuurlijk niet. En nu gaan er natuurlijk nog twee mensen... Nou ja, kijk, ik zeg het natuurlijk omdat jullie als een van de weinige Nederlandse bands zo internationaal, ook in Oost-Europa en overal, heel goed scoren. Dat is waar. Dus als er een band is die, zeg maar, een goed figuur zou staan, is het wel Within Temptation. Ik probeer het over te halen, je snapt het. Ja, ik begrijp het. Ik laat het even inzinken. Ik neem het mee naar huis. Nou, één ding, aan het einde van de show laten jullie nog je nieuwe single horen. En dan gaan we heerlijk daarvan genieten. Dames en heren, geef hem een applaus. Within Temptation, Sharon. Dank je wel.